Hoi en goed dat je kijkt naar een nieuwe video. En in deze video gaan we het hebben over het dierenrijk. En laten we even zien wat we allemaal leren bij dit filmpje. Dit hoort bij leerdoel 7. Je moet het dierenrijk kunnen indelen in 7 stammen. En je moet van elk dierenrijk, of eigenlijk stam, voorbeelden en kenmerken kunnen noemen. Nou, die gaan over het skelet, over de symmetrie. Als je ze allemaal even wil lezen, zet mij even op pauze. We gaan namelijk ook hebben over kenmerken, welke kenmerken dat zijn. En het allerbelangrijkste is eigenlijk die laatste. Dat je aan de hand van een plaatje of een beschrijving kan vertellen tot welke stam een dier toebehoort. En dat ga je geheid krijgen op een toets. Als die niet van mij is, dan krijg je het ook geheid bij jouw eigen docent op de toets. Nou, het rijk van de dieren. Even kijken of we het ook weer begrepen. Wat hebben dieren namelijk in een cel? Hebben dieren een celkern? Ja. Hebben dieren een celwand? Nee, heel klopt. Celmembraan, met een N hè, op het laatst. Ja. En hebben ze bladgroenkorrels? Nee, dat zou wel handig zijn als we die wel hadden, want dan konden we ons eigen voedsel maken. En dan hoefden we nooit meer te eten en had niemand van de wereld eigenlijk nog honger. Zo zie je nog eventjes die cel van zo'n dierencel. En alle organismen die we nu gaan bespreken en gaan we zien, hebben eigenlijk allemaal zo'n dierlijke cel. Maar waar gaan we dan op letten? Want we kunnen niet meer echt kijken naar wat voor soorten cellen ze hebben. Nee, we gaan nu in het dierenrijk gaan we kijken naar de symmetrie en het skelet. Symmetrie, misschien heb je dat al gehad bij wiskunde, is namelijk als ik iets heb, kan ik dat dan in mooie gelijke helften verdelen. En als het zo is, in hoeveel gelijke helften? Nou, het kan bijvoorbeeld tweezijdig symmetrisch zijn. Hier, deze vlinder. Als ik die in tweeën zou hakken, zou ik aan links en rechts een perfecte helft hebben van die vlinder. Maar als ik hem bijvoorbeeld hier door het midden zou snijden, ja, dat kan niet. Want dan heb ik aan de ene kant de kop en aan de andere kant, nou ja, de kont. Dus dat kan niet. Tweezijdig symmetrisch noem je dat dan. Als hij op meerdere plekken gehakt kan worden, dan noem je dat veelzijdig symmetrisch. Dat is op meerdere plekken, dus je kan hem hakken, twee gelijke helften zijn. Dat heb je bijvoorbeeld bij de C-ster hier. Je kan hem zo door midden hakken, of zo, of zo, of zo. Het maakt niet uit hoe. Eigenlijk blijft hij dan op heel veel punten namelijk hetzelfde aan beide kanten. En noem je dat veelzijdig symmetrisch. Je hebt ook niet symmetrisch of ook wel asymmetrisch genoemd. En dat heb je hier. En dat is dan bijvoorbeeld een pantoffeldiertje. Je ziet al dat hij hier wat dikker is en hier wat heeft en daar wat heeft in de cel. Je kan die niet mooi in gelijke vlakken verdelen. Er zal altijd wel verschil blijven tussen beide vlakken. Oké, we kijken dus naar de symmetrie, maar ook naar het skelet. En of het een inwendig, een uitwendig skelet heeft. Of bijvoorbeeld dat een dier helemaal geen skelet heeft. Dat kan natuurlijk ook. Hier zie je een voorbeeld van een inwendig skelet bij een olifant. Het skelet zit in het lichaam, niet aan de buitenkant. Het zorgt voor bepaalde stevigheid en bepaalde bescherming van bepaalde organen. Maar het zit onder de huid, dus je ziet het niet. Aan de andere kant heb je ook nog uitwendige skeletten. Bijvoorbeeld hier, nou, dit huisje van die slak. He, dat dient als bescherming, is een verharding. Het slakje, ja, je ziet het zitten. Het zit niet in het slakje. Het slakje kan zelfs in het skeletje kruipen. En is echt een goed voorbeeld van een uitwendig skelet. Andere voorbeeld van uitwendig skeletten zie je bij bijvoorbeeld geleedpotigen. En dat zijn eigenlijk een soort pansers, een soort van harnas. Een verhard deel van een bepaald insect of een krab of een kreeft. Ook als je wel eens krab eet, van die pootjes, die moet je uit elkaar krakken. En het binnenste eet je, het binnenste is zacht. Nou, volgens mij is dat wel inmiddels duidelijk. Kijk even naar bladzijde 139 en 140 als je biologie voor jou hebt. Dat is dan afbeelding 42 van je boek. En dan kan je eventjes een stukje gaan lezen en gaan leren. Dat zijn namelijk alle stammen van het dierenrijk. En dan ga ik zo meteen ga ik het allemaal nog behandelen. Maar het is best wel veel, dus zet mij even op pauze. En dan gaan we nu verder. En ik hoop dat je het hebt gelezen, want anders ga
gaat het namelijk best wel snel. De stammen van het dierenrijk. Nou, dat zijn er 7. Hier zijn ze. De sponsen, neteldieren, wormen, weekdieren, geleedpotige, stekelhuidige en de gewervelde. Ik hoop dat we er even snel doorheen kunnen gaan, maar het zijn er best wel veel. Dus het wordt een beetje een langer filmpje, maar ja, maximaal 15 minuten. Ja, daar komt ie. De sponsen, heb je gelezen, die zijn niet symmetrisch. Hebben een skelet van hoornvezels. Dat is een bepaalde stofhoorn, dus ook van koeienhoorn bijvoorbeeld, van gemaakt zijn. En sponsen leven meestal vast op de bodem van de zee. Dit is de gele buisspons. Hier zie je bijvoorbeeld de gele zeespons. Maar de meeste mensen die kennen bijvoorbeeld wel deze spons. En dit is SpongeBob SquarePants natuurlijk. En SpongeBob SquarePants, nou, dat is dus ook zogenaamd een spons. Hè? Maar waarschijnlijk is die meer op deze spons gebaseerd. Dus eigenlijk zie je spons er meer zo uit. De neteldieren. Wat zijn de neteldieren? Dat zijn voornamelijk kwallen en zeeanemonen. Zijn veelzijdig symmetrisch en leven in het water. Ze vangen eigenlijk hun prooien met tentakels. En meestal hebben ze geen skelet. Dit is een voorbeeld van de bokskwal. En de bokskwal is super giftig. En als je daar wordt doorgestoken, hier kijk. Wow, daar krijg je echt mega grote striemen. En die zijn ook zelfs dodelijk. Wees niet bang, want deze leven gelukkig niet in de Noordzee. Maar alleen eigenlijk rond Australië en Azië. Dan gaan we verder naar de wormen. En de wormen zijn tweezijdig symmetrisch. We hebben geen skelet en hun lichaam is lang en dun. Waarom zijn wormen maar tweezijdig symmetrisch? Je kan een worm zo hakken, over de lengte. Maar waarom niet in de dwarsdoorsnede? Nou, je ziet hier bijvoorbeeld ook al een bubbel. Maar bijvoorbeeld bij deze, bij de lintwormen, zie je dat niet. Maar een worm heeft een mond en een kont. En je kan hem niet door twee hakken, want dan heb je aan één kant alleen de mond en aan de andere kant alleen de kont. Maar ja, als je hem precies door het midden hebt, dan heb je nog een halve mond, een halve kont. Dan is hij wel weer twee gelijke symmetrische vakken. Wormen zijn best wel vervelende dieren. Je ziet het ook hier bijvoorbeeld. Hebben vaak dat ze als een parasiet leven. En dat doen ze dan in het darmenstelsel van grotere zoogdieren bijvoorbeeld. Dat zie je hier. En dat is best wel een beetje vies. En je kan een beetje buikpijn van krijgen en diarree. Als je dat een keer hebt, dan moet je gewoon naar de dokter en dat gaat hartstikke snel dan weer over. Maar ze zijn ook op zoek eigenlijk in de wetenschap, dat is wel leuk, zijn ze op zoek gegaan of die wormen niet ook goed kunnen zijn. En ja, wat hebben ze gevonden? Mensen die wormen hebben, of dieren die wormen hebben, krijgen minder ziektes van bacteriën, minder infectieziektes. En dat komt omdat wormen ontstekingsremmend werken. Nou, dat is best wel handig, die eigenschap. En onderzoekers zijn ook aan het kijken of ze die eigenschappen kunnen gebruiken om ziektes, als bijvoorbeeld astma, ontsteking is dat aan de longen bijvoorbeeld, kunnen verhelpen. Dus dat is best wel cool. Gaan we door naar de weekdieren. De weekdieren, tweezijdig symmetrisch, hebben meestal een schelp of een huisje als skelet. Voorbeelden zijn mossels, slakken en bijvoorbeeld inktvissen. En als je deze kijkt, hij is best wel week. En wat betekent week? Dat is een zachte huid. En dat heeft bijvoorbeeld ook deze slak, een zachte huid. Maar dit zie je misschien wel eens op het strand. En dit is eigenlijk het skeletje van zo'n zeekat die in de Noordzee leeft. Dus dat is wel grappig. Als je die vaart en op het strand vindt, heb je gewoon het skelet van zo'n zeekat. Gaan we door naar de geleedpotige. De geleedpotige, tweezijdig symmetrisch. Een skelet als een panzer, een hardstevig skelet. En hier gaan we nog later verder op in. Wat je even moet weten is dat er weer 4 groepen zijn. De spinnen, de kreeftachtige, de insecten en de veelpotige. Nou, gaan we weer naar de stekelhuidige. Stekelhuidige, die zijn veelzijdig symmetrisch.
En hebben een inwendig skeletje van kalk. Dit zijn de buitenkant, dit is niet het skelet. Dat zijn gewoon die stekels. En dat is ook tevens de grote kenmerk van die stekelhuidigen. Ze hebben stekels of knobbels op hun lichaam. En daarmee zijn ze dus eigenlijk ook een beetje beschermd. Ze leven ook op de bodem van de zee. En dat is eigenlijk op dit moment het enige wat je moet weten van die stekelhuidigen. De gewervelde, de laatste groep, die zijn tweezijdig symmetrisch. Je kan een krokodil bijvoorbeeld of een vis, kan je alleen als je er bovenop zo gaat snijden in twee gelijke helften delen. Niet op deze manier dat je hem aan de zijkant door twee gelijke helften deelt. Want dan heeft hij aan de onderkant de poten en aan de bovenkant bijvoorbeeld de ogen en geen poten. Hier gaan we ook nog verder op in, dus hier hou ik het een beetje kort bij. Je hebt vijf groepen. De vissen, amfibieën, reptielen, vogels en zoogdieren. En waarom heten ze de gewervelde? Omdat ze een wervelkolom hebben. Ze hebben een ruggengraat. En dat is dus een inwendig skelet. Okay. Nou, een aantal oefenvragen. Dirk die vindt een dier en hij gaat onderzoeken tot welke stam het dier behoort. De beschrijving die hij geeft van het dier. Een lang lichaam, klein, veel poten, een hard lichaam als een panzer. Nou, wat voor een dier is dat waarschijnlijk? Zet hem even op stop. Kijk even in je boek als je hem niet meteen weet. Dit is waarschijnlijk een duizendpoot. Of een miljoenpoot. Dat weet ik niet, want hij heeft nog niet precies geteld hoeveel poten dat zijn. Ga ik een andere keer vertellen hoe dat uit elkaar wordt gehouden. Okay, even een korte samenvatting, want het was wel veel. Er zijn zeven soorten stammen in het dierenrijk. Sponsen, neteldieren, wormen, weekdieren, geleedpotigen, stekelhuidigen en de gewervelden. Symmetrie en skelet zijn de belangrijkste kenmerken waarop ingedeeld wordt. En binnen al die stammen zijn ook weer groepen. En ook heeft elke stam zijn of haar eigen kenmerken. Okay, dit was alweer de video. Je kan eventjes deze op stop zetten en kan je even checken of je dus dit begrijpt. En mocht je nu nog een vraag hebben, zet hem vooral in de comments. Ik probeer er zo snel mogelijk op te reageren. Als je les van mij hebt, kan je natuurlijk ook in de les vragen. En vergeet niet duimpje omhoog te doen. En bekijk nog eens mijn andere video's op mijn kanaal. En dan zie ik je later. Hoi hoi!